What up mensen, vandaag een hele speciale video. Ik heb super tof shit gekregen van Ubisoft, dus ik ga het jullie allemaal laten zien. Let's go! Tja, dat ziet er weer een stukje beter uit, jawel mensen. Het eerste wat er in de doos zat, was dit super vette masker. Oh, zijn ogen vallen eruit. Super vet masker van Mario en Rabbids Kingdom Battle, maar ik heb veel meer gekregen. Namelijk hele vette figurines. Ik heb ze wel uit de doos gehaald. Wacht, ik ga jullie gewoon de doos laten zien. Kijk, hier zaten ze in. Lijken gewoon serieus bijna amiibo dozen, maar dat is het net niet. Maar die figurines, die zijn best wel vet. We hebben hier als eerst deze Peach. Ja hoor. Kijk zo vet, ze maakt een selfie en shit. Het is echt zo vet als je de game speelt. Hij komt pas over een week uit, maar als je de game speelt. Dit karaktertje is echt super vet. Maar mijn favoriete rabbit is toch wel deze. Jawel, die van Luigi. Oeh. Wow. Oké, wacht, even checken. Ja, het probleem is deze wil niet zo goed op zijn ding blijven staan. Zo. Jawel, kijk hem. Luigi Rabbit. Super vet. Ik ben hier echt zo... Wow. Oké, laatste poging. Okay, als ik hem nog meer ga draaien, gaat hij denk ik echt helemaal kapot, jongens. Ik ga deze weer heel veilig neerzetten. Goed, hij staat weer. De Luigi ding, maar ik heb nog meer gekregen. Namelijk, en nu, dit is waar het echt epic wordt, dames en heren. Check it out. Het is een pet. Ik ga hem even uitpakken. Kijk dan. Dit is toch cool? Zou ik gewoon deze swag gaan gooien? Op mensen op straat? Dit is toch super cool? Als je zo boing 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 aankomt zetten. Nee, ik vind het echt super vet dat Ubisoft aan me gedacht heeft om dit soort awesome shit op te sturen. Wat is er nog meer? Ik switch weer even naar de normale cap. We hebben ook nog een shirt gekregen. En het shirt vind ik wel serieus vet. Ik denk ook dat ik na deze video ga ik dit shirt aandoen. Kijk hoe vet shirt. Dit is gewoon echt een cool shirt, mensen. Shirt dus, en, dames en heren, het allerbelangrijkste, de game. Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ja man, ik heb gisteravond al gespeeld. Ik kan je zeggen, het is echt 10 keer vetter dan ik had verwacht. Maar wat ik al helemaal vet vind, is als je het hoesje open doet, vind ik altijd gewoon tof. Kijk, de binnenkant ziet er ook leuk uit. Dit is echt super episch. En, nogmaals, ik ben gewoon nog een beetje dat Ubisoft mij dit gestuurd heeft. Ik heb het al gezegd, maar ik ben er echt sick dankbaar dat ze dit gedaan hebben. En ik hoop dat jullie blij zijn dat ik dit soort dingen tegenwoordig krijg. Want ik gewoon eigenlijk nooit verwacht dat ik ooit een status zou krijgen. Dat ik ook dit soort leuke dingen zou krijgen. Dus helemaal goed. Maandag komt de review van deze game online. En nu ga ik gewoon weer verder met het spelen van deze game. Want shit is fucking awesome. En voor nu zeg ik weer, later.